If you ever wonder what friends are for. Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog, weekendvlog. Het is weekend, het is zaterdag. Ik ben aangekleed, ben wakker, ik moet werken vandaag van 7 tot 12. Het is nu inmiddels. Het is 10 voor 6 jongens, kijk. Helaas, het is in ieder geval 5 uur 54. Ik ben wakker. De zon komt nu al door, jongens. Gisteren was het echt vies weer. Maar nu, zoals je op de gevel daar ziet, komt de zon nog door. Dus dat is top. Ik ben dus al wakker. Mijn wekker zou eigenlijk precies nu gaan. Maar, ja. Ik werd uit mijn eigen wakker om 4:30. Dus ik dacht, ja. Ik ga er wel uit. Ik was onrustig de hele nacht. Al voel ik heel slecht en onrustig geslapen. Dus ik ben er vanaf 4:30 op. En ik zit dan ook al een tijdje helemaal ready klaar in mijn kamer. Ik ga nu naar beneden. Mijn moeder is ook wakker. Die brengt me zo meteen naar mijn werk toe. Want we gaan vanmiddag iets leuks doen. En daardoor moet ik nu gebracht worden. Omdat ik anders niet terug kan. Dus ja, meer vertel ik jullie vanmiddag. Dus even afwachten of dat voor mij nog doorgaat, of ik mee kan of niet. Dus ik ben heel erg benieuwd. In ieder geval ga ik jullie even van mijn outfit laten zien. Ik heb een geel shirtje aan van Primark. Broeks ook van de Pri. Ik heb nu mijn crocs nog aan, maar zo meteen ga ik mijn sneakers aandoen. Dus ja, jongens, we gaan weer een ochtendje werken van, wat zei ik nou, 7 tot 12. En wat er daarna allemaal gebeurt... Ik ben benieuwd. Goed, ik ben inmiddels weer thuis van het werk, jongens. Ik ga even een trui aantrekken in plaats van dit t-shirt. Even omkleden. Want we gaan naar Nijkerk toe. Naar de Cavia Stichting. Want we gaan daar namelijk 2 baby cavia's ophalen die bij ons in de family komen. Super leuk, super veel zin in. Maar ik dacht ik ga even een trui aandoen in plaats van een t-shirt. Dat is toch wat fijner. Zal ik hier nog wel een topje onder doen? Dat is misschien wel een goed plan. Heb ik hier een topje? Moet ik maar gaan zoeken, heb ik ook geen zin in. Dan kan ik deze ook wel aan. Het is in ieder geval ietsje warmer. Oh, jongens, wat ik doe allemaal. Kim? Ja? Doe je dat nou niet voor de dieren? Ja, doe ik gelijk. Goed hoor. Even deo op. Dan hoef ik ook geen jas aan. Dat is het makkelijkste, jongens. Hoppatee. Zo. Top. Ik heb een Brooklyn trui aangedaan. Wat ik zeg, dan hoef ik ook geen jas aan. Ik heb mijn handtasje gepakt, want ik had die tas bij, maar mijn eten daarin is gaan lekken. Echt super vies, plakzooi in die tas, dus die moet ik in de was gooien. Maar goed, ik heb me dus omgekleed. Ik ga nu naar beneden, of tenminste even de gaaien water doen. Dan gaan de gaaien in de kooi en dan vertrekken wij naar Nijkerk. Ik heb eten, boterham gesmeerd voor ons, dat we in ieder geval nog wat kunnen eten in de auto. Dus ja jongens. We gaan baby cavia's halen. Ik zie jullie in Nijkerk. Superleuk. Ik ben heel erg benieuwd. Thank you.
In het onderverblijf van de cavia-villa. Kijk, er gaat er zelfs al gewoon een naar boven. Kijk, de kleine. Hoe lekker zit je? Ik ben omgekleed en wel. Ik heb net nog even gaan voor douchen, want ik had het heel erg benauwd. Dus ik dacht, ik ga heel even lekker onder een douche voor ik ga slapen. Dus dat heb ik nu gedaan. Ik heb mijn laken hier al opengeslagen neergelegd, want het is super warm nog steeds in mijn kamer. Ik ga wel even een ventilator inzetten, een beetje. Maar het is wel tijd om nu te gaan slapen, dus dat ga ik ook echt doen. De kleintjes zijn in huis, jongens. Ik heb zelfs de kleintjes als achtergrond gedaan op mijn telefoon. Ze zijn super lief. Echt schatten van beesten. Heel leuk. Dus ik ben er super, super tevreden mee. In ieder geval ga ik lekker slapen nu. En ik zie jullie morgen. Het is trouwens echt al laat. Het is al bijna 9:30 of 9:30. Het is bijna 9:30, want we kwamen echt pas om 1:00 of was het 7:15 kwamen we thuis. Toen moesten we nog eten, dus we hebben bij de Burger King eten gehaald. En dat hebben we net pas op. Ik ben even gaan douchen en ik ga nu slapen. Anders moet ik morgen wel heel erg vroeg mijn bed uit en heb ik heel weinig geslapen. Dus ik ga in ieder geval nu lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen allemaal, het is zondag. Ik heb gisteravond Burger King gegeten die niet helemaal lekker viel. Vannacht 2 keer over moeten geven. Ik voel me nu heel misselijk. Daarom mijn borst, mijn ribben. Ik ben aangekleed en wel. Make-up zit er zelfs op, maar ik word net gebeld. Ze hebben een dubbele dienst ingepland, dus ze hebben me niet nodig. Maar goed, ik ben in ieder geval wel lekker vroeg op. Ik hoef dus niet vandaag te werken tot 12. Daar ben ik stiekem een beetje blij om. Maar ja. Koffie drinken ben ik. Goed, ik dacht, ik heb toch even niks te doen. Ik ben echt kotsmisselijk. Ik ga niet te doen.
Maar goed, in ieder geval, ik dacht ik ga even vlog editen. Toen heb ik dat gedaan. En dat is alles eigenlijk. Ik ga even weer vlog editen. Meer heb ik niet te vertellen, jongens. Ik ben echt moe. Ik heb bijna niet geslapen vannacht. En ik ga even zitten. En daarna nog heel veel in mijn bed liggen. Ik ben echt moe. Goed, aangezien ik me toch niet helemaal lekker voel, jongens, nu. En het al middag is, dacht ik, ik ga de vlog eindigen. Ik heb even mijn trui aangedaan. Ik heb mijn I Don't Care trui aan. Ik heb het ook echt serieus heel erg koud. Ik ga de vlog eindigen. Ik ga deze ook alvast editen. Dan hoef ik de komende week niks te doen. Dan duik ik zo lekker mijn bed in. Ik voel me niet zo lekker. Ik weet niet hoe dat kan. Maar goed, in ieder geval bedankt jullie wel voor het kijken. Deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie maandag weer bij een nieuwe weekvlog. Doeg!